Etiketten van de grote wassing. De lossel betekent het gehele lichaam wassen met zuiver water op een speciale manier met in van de daarbij behorende pilaren en verplichtingen. Voor sommige zaken is lossel verplicht, zoals de janabe en menstruatie, en voor andere zaken is het aanbevolen, zoals bijvoorbeeld de lossel van de twee eedgebeden. Er zijn etiketten voor het wassen, waaronder de volgende zaken: je dient alleen te zijn en uit het zicht te zijn van anderen. Allah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam een man zichzelf zag was op een open veld zonder kledingstuk. Waarop de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam de preekstoel betrad en Allah prijsde, verheerlijkte en vervolgens zei Allah is de volmaakte in schaamte, de perfecte in het verhullen, houdt van schaamte en verhulling. Als een van jullie zich wast moet hij zich afschermen. En tot de etiketten van een hossel behoort het vermijden van het verspillen van water of het onnodig gieten ervan. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd: Er zullen mensen in deze gemeenschap zijn die overdrijven in het reinigen en tijdens hun smeekbeden. De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het verboden is om water te verspillen. En tot de etiketten van een hossel behoort het om te beginnen met de wassing en erna te streven de hossel perfect te doen, door water over het hele lichaam te gieten tussen de vetlagen door en de schaamstreken. Aisha overleverde. Als de profeet sallallahu alayhi wasallam voornemens was om de grote wassing te verrichten... dan begon hij met het wassen van zijn handen. Daarna goot hij water met zijn rechterhand in zijn linkerhand en waste hij zijn geslacht stil. Daarna verrichtte hij de wudu zoals hij deed voor het gebed. Daarna wreef hij zijn haren in met water en goot vervolgens drie keer water op zijn hoofd. Dan waste hij zijn gehele lichaam met water... En eindigde hij sallallahu alayhi wasallam, met het wassen van zijn voeten.